Ik heb afgezien door corona. Jij hebt ongetwijfeld ook afgezien door corona. Maar Hafsa, die heeft potverdorie afgezien. En nog geen klein beetje. Ze stond als verpleegster aan de frontlinie tijdens de eerste golf. Haar mama kreeg de ziekte te pakken en genas gelukkig. Maar haar opa, die heeft ze eraan moeten afgeven. Hoog tijd om wat stoom af te laten. Daphne is de beste vriendin van Hafsa en zij heeft daar ingeschreven om mee te doen aan Pretty Shining People. De dames zijn nu onderweg voor een wandeling en een lunchje. Maar wat er eigenlijk echt gaat gebeuren, is dat ze hier stoppen en dat Hafsa zo meteen zelf achter het stuur mag kruipen van dit bescheiden bakje. Ja, dat zijn ze. Dag dames. Hallo. Ik ben Maureen van Q-Music en we zijn hier een spotje aan het opnemen. En we zouden even iemand nog nodig hebben die achter het stuur van de wagen wil kruipen. Maar, dat duurt echt. Het is één minuutje en dan kunnen we opzij gaan en kunnen we verder. Super, dankjewel. Ja, je mocht er gewoon even in kruipen. Goedemiddag, Hafsa. Goedemiddag. Wat staat daar op het stuur? Voor Hafsa, ja. Dat zei jij toevallig, hè? Toevallig wel. Die zijn echt ongelooflijk. Dat had je waarschijnlijk helemaal niet verwacht. Ook omdat ik zo goed als geen geheimen voor u kan bewaren. Alles met je werk is geregeld, dus maak je daar geen zorgen over. Vandaag is het gewoon echt genieten, genieten. En vergeet niet dat ik je super, super, super graag zie. Bij de eerste coronagolf stond jij eigenlijk ja, mee aan de frontlinie. Hoe was dat? Spannend. Heel veel verandering op een heel korte tijd. En ondertussen is er nog iets veel heftiger gebeurd. Ja, mijn opa inderdaad. Denk een 14-tal dagen na mijn mama is die ook symptomen beginnen vertonen. En dan ja, meteen opgenomen. En dat virus heeft ook wel op andere plaatsen wat schade aangericht. Droogte van zijn hart. En dan begint al de rest ook gewoon te falen natuurlijk. Dus, Ik zou denken, als je zo die eerste golf hebt meegemaakt aan die frontlinie, je mama, je opa, dat je daarna zoiets hebt van, amai, voor mij even niet meer. En dan hoor ik dat jij nog met superveel goesting even een aantal covid-dorpen aan het opzetten bent. Ja, dat is nu een onderdeel van mijn nieuwe job, toevallig. Dus wij voorzien de software van de testcentra en de wachtposten om patiënten te testen. Om er een beetje voor te zorgen dat jij een positieve dag hebt, willen wij u gaan laten cruisen met dit machine. Alright. Ja, want een klein vogeltje heeft mij verteld dat jij wel iets hebt met snelle wagens. Wel minder boetes dan haar, maar ja, dat doen we wel. We gaan niet voor een boete, maar we gaan wel voor een serieus pak adrenaline, maar in de goede zin van het woord. Zijn we klaar? Absoluut. Let's go. Let's go. Sorry mensen. Niet panikeren. Ik weet mijn gas staan, ik weet mijn rem staan, meer moet ik niet doen. Zottenbak. Dat is bucketlist, hè? Dit is bucketlist, echt waar. We zijn heel ver, hè? Hoe was de rit al, dames? Ja, voor mij fantastisch. Ja? Daphne, ietsje minder. Eigenlijk, als je in zo'n bak rijdt, dan zou het toch liefst zoiets goed willen doorperen, hè? Ik denk dat ze daar niet van durven dromen heeft om zoiets te doen. Ja. Zalig, die is super hard aan het genieten. En wat Hafsa niet weet, is dat haar zus hier ook is. Die gaan we er nu even bij halen om het gewoon compleet te maken voor haar. Een toffe dag. Hallo. Hallo. Heb je ze al gehoord? Super. Ja. Goed, dat van ver. Die houdt daar niet in, zeg. Nee, maar dat kan ik geloven, ja. Ik verschiet daar niet van. Ik verschiet daar zeker niet van. Nee. Ja, jullie opa, dat was een van jullie beste vrienden eigenlijk, hè? Hoe heeft ze daarop gereageerd? Ze laat het ook niet zien, hè?
Maar ik weet wel dat dat een enorme impact moet hebben gehad op haar. Op ons allemaal, want dat was onze enige opa ook. Dat is de enige opa die we ooit hebben gekend. Ja. En dat was ook zo typisch op zondag een koffie gaan drinken. Was dat en... zo jullie ding? Ja, ja. Dan gaan wij een tasje koffie drinken, maar we gaan ze wel eerst moeten tegenhouden, hè? Want hallo, kus. Blijf ze zo doorgaan. Stop! Hallo! Bekende gezichten. Ik ga u misschien laten vertellen wat wij nog gaan doen, hè. Ja, wij gaan samen een koffietje drinken. Ter nagedachtenis van opa. Oh, leuk. Typische koffiemomentje op het einde van de dag, om de dag af te sluiten. Dames, we mogen niet klinken, maar we gaan toch een beetje doen, hè. Op Hafsa. Op Hafsa. School. Echt fantastisch team. Goed gedaan allemaal. Yay. Zijn ze blij? Heel blij. Ik ben echt niet zo gemakkelijk om te verrassen. Zwaar. Ik weet niet of je dat door hebt, maar je bent een heel, heel, heel aimabele vrouw. De gunfactor is denk ik echt hoog. Nee, maar dat is echt waar. En zowel je zus als je beste vriendin zeggen dat je doet heel veel voor een ander en je beseft niet hoeveel dat kan betekenen voor iemand anders. Dat is waar. Dames, het was een goede dag. Fantastisch gedaan, Alex. Ik ga afsluiten met nog een hele, hele, hele dikke dank voor u, voor al wat je gedaan hebt voor iedereen dit jaar. En ik ben ervan overtuigd dat je dat gaat blijven doen. Dus ik hoop dat je ervan genoten hebt. Ik vond het echt fantastisch. Je bent er echt in geslaagd om mij te verrassen. Dat is fijn. Dat is, en bedankt om met ons een koffie te delen. Dat is heel graag gedaan. Ja, mannetjes, een koffietje ter ere van de opa. En ook gewoon van die prachtige vrouw dat daar zit. En ik ga misschien afsluiten met iets wat mijn grootouders altijd zeggen. Wie goed doet, goed ontmoet. En dat telt zo hard voor haar. Echt waar. Cue music.